Rens gaat debuteren. Divine Rens. Hier staat hij 17. Hier is hij. Divine, wanneer stopt het een keer met die goed nieuws show bij jou? Het is alleen maar goede berichten. Ja, klopt. Als je dat aan mij vraagt, mijn hele leven niet of die periode bij Ajax niet. Maar super trots dat ik mag verlengen en ik kan niet wachten om het samen met iedereen te vieren op het veld. Want hoe was het om met je hele familie hier al dat contract te tekenen? Ja, natuurlijk een mooi moment. Vanaf de auto's, vanaf de rit komt natuurlijk de spanning. Maar ja, om 3 keer te tekenen in 3 jaar is natuurlijk wel een speciaal moment. Of ja, hoe moet je het zeggen? Bijzonder. Wat zegt dat, dat je inderdaad 3 keer tekent in zo'n korte periode? Ik denk, het zegt veel over mezelf, hoe ik het heb gedaan. En natuurlijk ook hoe mijn familie is, of hoe mijn zaakwaarnemer is natuurlijk. Want zonder hun zou het denk ik ook niet lukken. Dus ik ben heel erg dankbaar en ja, het is gewoon mijn taak om natuurlijk goed te presteren op het veld. En dan komt het vanzelf wel. Maar in hoeverre zag je dit dan aankomen na zo'n seizoen? Stiekem toch wel een beetje rekening gehouden van nou, hij zal zich wel weer melden, Mark? Niet per se. Want ik had dan natuurlijk verlengd. En ik denk, het is nog nooit gebeurd dat je 3 keer tekent in 3 jaar. Of misschien zelfs in 2 jaar 2 keer tekenen. Dus ja, ik zag het niet echt aankomen. Maar ik presteerde gewoon goed. Ik deed gewoon mijn ding. Hielp gewoon het team en om dan te horen te krijgen dat ze weer wilden verlengen is natuurlijk wel mooi. Wat zegt dan Mark daar ook over, daaromheen, richting jou, waarom zij dat zo graag willen met jou? Ja, ze hebben natuurlijk mij goed bekeken natuurlijk. Ik kwam vanaf begin van het seizoen pas nieuw hier. En had gewoon aangegeven hoe snel ik me heb ontwikkeld, hoe snel het bij mij is gegaan. Dat ze natuurlijk trots op me zijn hoe ik heb gepresteerd, ook in Europa League natuurlijk. En dan nog zo jong is natuurlijk heel mooi om te zien, zei hij. En hij wil me daarom gewoon belonen. Ziet dat? Krijgt hij de bal daar? Ja, wat een voorzet zeg! Hij stond al een tijdje met zijn handen in de lucht. Van hallo, hier ben ik. En Tadic denkt, nou weet je wat, als je hem toch wil hebben, dan leg ik hem daar ook maar neer. Divine Rens voor zijn tweede van het seizoen. Hier komt hij, let op boven in beeld. Daar is hij al vrij. Hup, ja, kom maar. Hallo, daar ben ik. Ja hoor. Hoppakee. Dat is zo vlekkeloos dat je erin komt en doet alsof je er al jaren staat. Dat zegt men over jou en dat zegt men over Jurriën. Ja, klopt. Hoe kan dat toch? Het komt ook door ons teamgenoot natuurlijk. Ze laten ons goed voelen in het team. Ze laten ons ding doen. En ze geven ons natuurlijk die vertrouwen om gewoon ons spel te spelen. En daardoor komt het ook dat we gewoon goed samenspelen. Is jouw status nu ook veranderd, denk je, binnen het team? Nee. Ik blijf gewoon dezelfde Divine. Dezelfde jongen als eerder. Maar je hoeft niet meer de bidons te dragen nu, toch? Jawel. Ja? Ik blijf nog jaren de jongste. Ja, en heel bescheiden. Ja. En ik doe het met liefde, die bidonnen, maar niet eens. Maar nee, dat was grapje. Maar ik blijf nog wel lang de jongste, ja. Hou je van, contract tot 2025. Wauw, toch? Zegt dat ook iets over de liefde van jouw kant voor Ajax? Ja, zeker. Al mijn hele leven ben ik voor Ajax. En ik wil gewoon hier het beste voor mij en voor het team en voor iedereen, voor de supporters ook. En dan is er natuurlijk niks anders op om hier langer te blijven en nog meer prijzen te pakken en natuurlijk mooi voetbal te spelen. Wat zijn je plannen nu ook veranderd voor bijvoorbeeld komend seizoen? Met het afgelopen seizoen in je achterhoofd, wat je allemaal hebt gespeeld. Wat zijn nu dan de ambities voor komend seizoen? Ja, natuurlijk. Ik had het niet verwacht dat ik zoveel zou spelen dit seizoen. Dus mijn ambities zijn natuurlijk hetzelfde. Nog meer spelen. Je weet niet hoe het gaat. Je weet niet of er nieuwe aankopen komen. Maar beetje concurrentie, ja, kun je wel. Ja, natuurlijk. Is natuurlijk juist goed concurrentie. Want dan maak je elkaar beter en dan word je in jezelf ook beter. Maar natuurlijk, mijn ambities is veel spelen, belangrijke wedstrijden spelen, doorontwikkelen en prijs pakken natuurlijk. Maar
eerst moet je gewoon goed presteren op de trainingen en dan laten zien dat je er klaar voor bent. Hoe is je vakantie? Ja, te veel je al? Nee. Ik vind het gelukkig gewoon mooi weer. Lekker genieten buiten. En ik kan niet wachten om weer te beginnen. Nog even natuurlijk genieten van de vakantie. Rustig aan. Even uitrusten en dan er weer volop ingaan. Geniet je een beetje van Oranje? Ja, zeker. Ik kijk er natuurlijk gewoon goed naar. Ik was natuurlijk ook in het stadion. Ik hoop het beste voor hun. En natuurlijk ook voor al die spelers van Ajax om nog meer minuten te maken. Maar ik hoop wel dat ze ver komen. Ja. Ja, je was mee met Jong Oranje, dat was al geweldig natuurlijk. Maar hoe dicht zit je tegen dit Oranje aan voor je gevoel? Als je ook ziet wat Jurriën daar nu presteert. Ja, voor mijn gevoel... ik kan het niet echt zeggen. Ik hoop natuurlijk hopelijk... Wil ik er snel bij zijn natuurlijk, wie niet, maar het is gewoon blijven goed presteren bij de club en bij Jong Oranje als ik daar nog bij zit. Maar, en dan hopelijk laten zien bij het grote Oranje.